Ja, hoeken berekenen in een ruit. En hier hebben ze een ruit getekend. En die moet even een paar dingetjes weten. Bij vraag A helpen ze een beetje op weg. Dat vind ik goed gedaan. Maar als je dat niet weet, dan zijn er andere dingen die je wel eventjes nog nodig hebt. En dat is, dus als je dit niet zelf had bedacht, dan geef je niet, want dat komt nog wel bij vraag A. Maar er zijn ook andere dingen die niet genoemd worden, maar waar je wel moet weten. Van een ruit zijn de overstaande zijden evenwijdig en ook even langer, want het ruit is ook een parallelogram. En je moet weten dat al die zijden even lang zijn. En dat de diagonaal de symmetrieas is. Van het figuur. En op dat moment zie je, hey, wacht even, die hoeken zijn aan elkaar gelijk, die hoeken zijn aan elkaar gelijk. Maar bij een ruit is het zelfs zo dat dus deze hoeken ook aan elkaar gelijk zijn. Aan die, zeg maar. Omdat hier nog een diagonaal loopt en dan kan je hem ook weer in spiegelen. Dus dit is wel iets wat je echt moet weten om die som te kunnen maken. Dat maakt die som, vind ik, erg mooi. En jullie vinden het daardoor, denk ik, erg lastig. Nou, nu zeggen ze, wat voor bijzondere driehoek is driehoek ABD? Driehoek ABD is een gelijkbenige driehoek. Waarom? Dit is een ruit. En als je een ruit hebt, zo, dan weet je dat die zijden allemaal even lang zijn. Die zijden zijn allemaal even lang. Dus ABD zo is een gelijkbenige driehoek. Want twee benen zijn gelijk doordat twee benen de zijde van de ruit zijn. In het nakijkboekje zeggen ze AB is AD, want dan zetten ze daarachter een ruit. Vind ik heel goed opgeschreven. AB is AD en dan zo de achterruit. Dat kunnen jullie zelf zo niet bedenken hoor, maar dat is dus hoe je het opschrijft. Ik vind het zeker zo goed in je eigen woorden. Nou, dan is dus ABD een gelijkbenige driehoek. Dus gelijkbenige driehoek. En wat is nu handig? Nou, nu weet je dat B1 en D2, die zijn even groot. Dus je kunt uitrekenen, je gaat nu uitrekenen hoe D2, sorry, ik ga even te snel denken. Die hebben we gedaan, we gaan nu D2 doen. Zet even zo weg dat je die gaat uitrekenen. En schrijf nu eerst op hoe groot zijn ze met z'n tweetjes. Hoek D2 plus hoek B1, die zijn met z'n tweetjes 180 graden min 108 graden is 72 graden. En dan zet je achter hoekensom. Driehoek. Hoekensom, driehoek. Want je weet, dat heb ik over voor hun allebei samen. Dat ze allebei even groot zijn, noem ik hier nog niet. Dit is gewoon in iedere driehoek zo. He, als je wil weten hoeveel zijn die samen, ja, dat is 180 min deze hoek. Nou, nu heb ik dit gedaan en nu weet ik, 72 graden zijn ze samen. Nou, dan kan ik dus opschrijven hoek D2. En wat ook wel fijn is, dat je gelijk hoek B1 meepakt, is gelijk aan 72 gedeeld door 2... is gelijk aan 36 graden. En daar zet je achter ruit. Maar ik vind eigenlijk beter hier dat je niet een ruit wegzet, want dit zijn de eigenschappen van een ruit, maar we zijn eigenlijk aan het kijken naar een gelijkbenige driehoek met basishoeken. Dus eigenlijk moet je hier basishoeken zetten. Als je een ruit zet, dan reken ik het goed. Maar basishoeken vind ik net iets beter. Die basishoek is weer een gevolg van de ruit, zeg maar. Nou, nu heb ik deze gevonden. En nu willen ze hoek S1 weten. Nou, ik ga nu even alles een beetje wissen. Dus maak even een foto als je dit wil hebben. Oh, nog één ding. Dit is geen breiwerk. Alles achter elkaar geplakt. Omdat dat die staat is waar. D2 plus B1 is gelijk aan 180 min 108. Is gelijk aan 72. Dus daar mag je het zo opschrijven. Nou, dan gaan we naar het volgende stukje. Zo, zet wel even erin wat je ontdekt hebt, dat deze 36 graden is en dat deze 36 graden is. En nu willen ze hoek S1 meten. Nou, hoek S1, die zit hier. Hoek S1, die zit hier. En die zit dus in een gelijkbenige driehoek. Tadaa, zo, die zit in een gelijkbenige driehoek. Nou, hoe ga je nu rekenen? Nou, je ziet hier ook dat D1 even groot is als C1. Dus heb ik D1, dan heb ik C1 en dan kan ik S1 uitrekenen. De vraag is nu, kan ik die D1 uitrekenen? Kan ik die uitrekenen? En dat kan. Want je weet dat dit een ruit is. En bij een ruit zijn de diagonalen de symmetrieassen. Dus D2 is even groot als D1. En nu schrijf ik dus op dat ik hoek S1... ga uitrekenen, dubbele punt. Schrijf bijna zo'n is gelijkteken. En even zo'n iets dat je hem omstreept. Hoef niet, hè? Dit mag.
En dan ga je uitrekenen. Dan gaan we dus eerst kijken hoe groot is D1. Dan weten we hoe groot is C1. En dan kunnen we S1 uitrekenen. Hoek D1 is even groot als hoek D2. Het kan vast ook anders. Kan zeker ook anders. Want je kunt ook zeggen, kijk, dit is een Z-hoek. Dus die zijn ook even groot. Dat mag ook, hè. Dat mag ook. Maar ik gebruik hem even met D2, want ik denk dat dat het makkelijkste te zien is voor jullie. En dan zet je achter ruit. Want dat komt door de eigenschap van de ruit. Het nakijkboekje doet dit. D1 is hoek. B1 is 36 graden. Z-hoek. Dus één van die twee kies je. Nou, dan hebben we dat gedaan. Zo. En dan hebben we dus hoek D1. Nou, we zijn aan het kijken in deze driehoek. In deze driehoek weten dat C1 even groot is aan hoek D1. Dan schrijf je op hoek. Oh, oeps. C1 is hoek D1 is 36 graden. Dus altijd hoek die gaan uitrekenen, waar die aan gelijk is en hoe groot die is. En daar zet je achter basishoeken. Want het zijn de basishoeken van een driehoek. Nu mag je niet ruit zeggen, want dit heeft niks te maken met de eigenschap van de ruit. Want dit is niet een stukje van een diagonaal. Dit is gewoon een lijn gewoon dwars door de ruit heen. Nou, nu hebben we D1 ook uitgerekend. En nu kunnen we hoek S1 uitrekenen. Hoek S1, niet LS1, maar hoek S1, is gelijk aan 180 graden. Min 36 graden, min 36 graden. Kom ik uit op 108 graden en daar zet je achter hoekensom. Driehoek. Dan heb je dat gedaan en dan heb je dus nu al deze, je hebt nu al deze en nu willen ze nog hoek E2 weten. Nou, hoek E2 die zit hier, dus die gaan we nu uitrekenen. Ik haal dit weer weg, hè? Dus hou er even rekening mee dat het nu verdwijnt. Zo. En als het op meerdere manieren kan, hoef je natuurlijk maar één manier te kiezen en één manier op te schrijven. Hè? Nou, E2 willen ze weten. Waar zit E2? E2 zit hier. Zo. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Welke hoek heb je nodig? Nou, we weten inmiddels dat deze 36 is. We weten dat deze 36 is. We weten dat deze 36 is. We weten dat deze, net uitgerekend, toch alweer vergeten, 108 is. Zo. We weten ook al dat deze 36 is. Moet je kijken hoeveel hoeken je al hebt. Nu willen ze E2 weten. Nou, die kan op verschillende manieren. Ik weet ook dat hoek D 72 graden is. Hè, die hebben we, heb ik die al uitgerekend? Ja. Die hebben we ergens al een keer uitgerekend. Nou, dan gaan we nu kijken. Bereken hoek E2. Die zit hier. Heb ik hoek E1? Heb ik hoek E1? Dan kan ik hem uitrekenen. Kijk maar. Want als ik deze groene hoek weet, dan kan ik de roze hoek uitrekenen. Want die zijn samen 180 graden. Dit is samen zo 180 graden. En dus een gestrekte hoek. Zo. Maar het kan vast ook op een hele andere manier. Dit is de manier die ik zelf het fijnste vind. Ja, sorry, ik moet steeds even anders zitten. Een beetje slechte dag. Dan doen we dit zo. En dan gaan we kijken. Oké, E2 moeten we weten. Een andere manier is dat je zegt, ik gebruik dat deze in een vierhoek zit. Waarvan ik deze kan uitrekenen. Want die is even groot als die. En dan pak ik 360 graden min. En dan haal je er alles vanaf. Dit doe je bij een vierhoek. Dat mag ook. Sterker nog, dat is een vlieger. Maar dat is niet gevraagd. Het is wel jammer, dat vind ik een mooie vraag. Zeg je onderzoek of B, C, S gelijkbenig is. Ik zou het mooier gevonden. Onderzoek of A. Dat vind ik ook een mooie vraag. Maar ik zou gedaan hebben. Onderzoek of A, B, S, E een vlieger is. Maar goed, doet er niet toe. Hoppatee, weg ermee. Zo. Dus we gaan nu deze hoek uitrekenen. Deze hoek willen we weten. En dat doen we door de E1 uit te rekenen. Nou, wat hebben we? E1, dan halen we van de 180 af. Hoe kunnen we die nu handig uitrekenen? Deze zit in een driehoek. En in een driehoek waarvan we deze hoek weten, die hebben we ergens al een keer uitgerekend volgens mij. Nee, nog niet. Dus ik moet toch even laten zien. Ik dacht dat ik hem had uitgerekend, maar dat was niet. Dat is een andere situatie. En even een ander kleurtje. Deze. Zo. Nu is de groene hoek is 180 graden, min de oranje hoek, min de blauwe hoek. De oranje hoek moet je echt even opschrijven. Hoek D is gelijk aan 2 keer 36 graden. Is 72 graden. En daar zet je achter ruit. Ik weet niet of het nakijkboekje naartoe. Ik kijk even of zij dat ook opschrijven. Nee, dat doen zij niet. Maar ze doen het op een andere manier die ook oké is. Nou,
En je kunt ook zeggen, ik haal gewoon twee keer die 36. Dat mag ook. Dus dan hebben we dit gedaan. En dan gaan we opschrijven, oké, die hebben we nu. Nu kunnen we hoek E1 uitrekenen. Hoek E1 is 180 graden. Ik dacht even dat ik niet aan het opnemen was. Dat denk ik soms wel eens, maar deze niet. Min 72 graden, min 36 graden. En dan kom ik voor 1 uit op 72 graden. Ja, hoekensom, driehoek. Ik teken al zo'n driehoekje, even sneller. Hoekensom, driehoek. Zo. Nu gaan we naar hoek E2. Hoe groot is dat hoek E2? Nou, hoek E2 is ook 180 min, maar min die 72 graden. En dan kom je uit op 108 graden. En dan zet je dus daarachter gestrekte hoek. Dat is niet vanwege de hoekensom driehoek. Dat is omdat ze met z'n tweetjes samen 180 graden zijn. En deze was 108. Nou, dan hebben we dit gedaan. En dat is wat we voor deze vraag wilden weten. Dan gaan we nu naar vraag C. Daarvoor ga ik even echt wissen. Dat is gewoon duidelijker te zien voor jullie. Als ik het even al aan wis. Dan gaan we nu naar vraag C. Onderzoek of BCS gelijkbenig is. Nou, een driehoek is BCS. Deze driehoek. Deze driehoek is gelijkbenig als... In de schets lijkt als er twee gelijk zijn. Nou, in de tekening lijkt het erop dat deze twee zijn. Altijd even controleren, want de tekening is nooit echt. Dus altijd even controleren of die niet ook gelijk is aan een van die twee. Even anders gezegd, we gaan eerst even kijken, zijn deze even groot? Ofwel, zijn deze hoeken even groot? Dat is wat we gaan uitzoeken. Zijn deze hoeken even groot, dan is deze driehoek gelijkbenig. Dus we gaan uitzoeken, is hoek C2 gelijk aan hoek S2? Dat is wat we gaan uitzoeken. Dat is wat we gaan uitzoeken. Nou, dan kijk ik even of zij het... Ja, zij doen het ook zo, gelukkig. Want anders moet ik wil toch altijd een beetje gelijk lopen met nakijkboekje. Niet altijd, soms doe ik het anders. Maar in dit geval wil ik het wel hetzelfde doen. Zo. Nou, en dan gaan we dat dus even aantonen. Nou, stel je nu voor, dit is niet zo. Dan moet je altijd even kijken hoe groot deze is. En dan vergelijken deze hoek. En dan vergelijken of die met een andere hoek is. Hè? Dat begrijp je misschien wel. Kijk, stel je voor dat het nu uitkomt. Nee, die hoeken zijn niet even groot. In het plaatje lijkt dat hoek B2 niet even groot is. Maar in theorie zou het kunnen. Dus dan moet je hem altijd nog even uitrekenen. Dan gaan we nu eens even kijken hoe groot zijn die hoeken. Je kunt niet zeggen B2 is 36, dus die zijn even groot. Dus ja, zoiets kan niet. Dat kan niet. Want dan ga je omgekeerd rekenen. We moeten nu echt op een andere manier dan deze driehoek gaan uitzoeken hoe groot is S2. Nou, S2... kunnen we heel snel uitrekenen, want we hadden S1. S1 was 108 graden. Dus hoek S2 is 180 min 108. Zo gaat dat vaker met die hoek in het midden. Zo heb je deze, dan kun je deze uitrekenen. Heb je deze, kun je deze uitrekenen, et cetera. Ja? Dus allemaal met die 180 graden min. Dus kom je uit op 72 graden en dan zet je achter gestrekte hoek. Die hebben we dus. We weten dat deze 72 graden is. Nu is de vraag, hoe groot is C2? Nou, dat kan op heel veel manieren. Maar ik vind de snelste manier, en zo doen zij het denk ik ook. Maar ze doen het anders. Ik vind zelf een hele snelle manier. Je hebt E1 al. Je hebt E1. En je weet dat E1 72 graden is. Zo zou ik het doen. Ik zou zeggen, hey, deze zijn even groot. Die zijn dus deze weet ik al van dat die 72 graden is. Dus deze is ook 72 graden. Het nakijkboekje gebruikt, dat hoek C2. Die zeggen B2 hebben we al uitgerekend. Dus die gebruiken B2. Dus die gaan zeggen hoek C2 is 180 min B2 min deze. Ik denk zelf dat deze wel heel mooi aansluit bij deze som over de F en de Z-hoeken. Dus die ga ik gebruiken. Dus ik ga nu opschrijven hoek C2 is gelijk aan hoek E1. Dat kan dus op meer manieren. Hè? Is 72 graden Z-hoeken. En nu weet je dus hoek S2 is hoek C2 is 72 graden. Dus driehoek BCS is gelijk. Benig. Ik word het even af, want anders schuif ik achter mijn camera.
Dat was een hele mooie song, vind ik, om te oefenen voor de toets. Er zit heel veel in. Oh, je kan ook hier nog die vliegen zien. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Veel plezier met de rest van de zomer. En oefen je deze voor de toets. Alvast veel succes voor je toets. Doei!